Goedendag allemaal, mijn naam is Sherilly Dompig. Ik ben 18 jaar jong en ik ben student op het EP Meyer Lyceum. Ik heb dus geregistreerd om mee te doen aan deze InnoStarter program. Het was heel uitdagend om eerlijk te zijn. Ik heb heel veel bijgeleerd en wat ik heb gemaakt staat hier voor mij. Ik heb dus een cleaning robot gemaakt. Verder, om even terug te komen, ik heb dus van dit programma gehoord via een vriendin. Zij had er al geregistreerd en ze vroeg of ik geïnteresseerd was. Ik wist dus helemaal niet waaraan ik zou meedoen, maar ik dacht oké, het heeft iets met ICT te maken en sinds ik niet weet welke kant ik op wil naar mijn middelbare opleiding, zou dit wel handig zijn en misschien krijg ik nog meer interesse in de ICT-wereld of dat wat te maken heeft met de ICT-wereld. Ik heb me dus laten registreren en ik heb 3 maanden, iets langer dan 3 maanden, deelgenomen aan dit programma. Ik heb heel veel geleerd en het allerfijnste vond ik dus het programmeren. Het was wel uitdagend, maar door veel oefenen en ondersteuning van de coaches en teamgenoten is het mij wel gelukt deze cursus of dit programma succesvol af te ronden. Ik heb vrienden gemaakt en dat was ook heel fijn. Nieuwe vrienden gemaakt. Ook nog met onze skills hebben we meegedaan aan de Hackatopia, die georganiseerd werd. Was door het PTC College en we zijn als winning team. Shanika, Kesha, Faroon en ik zijn als winning team uit de bus gekomen. Dat was ook heel uitdagend. Dus ik zou heel veel mensen, in het bijzonder de jongeren, aanraden om deel te nemen aan dit programma. Waarom? Het leert je heel veel. Je bouwt je kennis op en de technologie is als het ware de wortel van alles. Je zal het nodig hebben in de toekomst en je merkt dat je steeds weer uitbreidt wat technologie betreft. Dus het zou heel verstandig zijn, heel handig zijn om deel te nemen aan de cursus en je kennis op te bouwen. Dank u wel.